Wat is My Opel en wat kan ik er allemaal mee? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je ons kanaal voor het eerst, ik zou zeggen druk ook op de abonneeknop, zodat je als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, voor iedere Opelrijder is de gratis My Opel app beschikbaar. En wat kan je er al mee? Laat ik je zien in deze video. Natuurlijk kun je ook via de desktop inloggen op My Opel, zodat je daarin ook alle informatie kan zien over jouw Opel. Nou, je kunt bijvoorbeeld de onderhoudshistorie kun je bekijken, technische specificaties, de nieuwste aanbiedingen en ook kun je heel gemakkelijk een afspraak inplannen. Nou, en hoe het allemaal werkt, laat ik je nu zien. Nou, als allereerste wil ik dus de desktop versie laten zien. Dan ga je dus naar my.opel.nl. Dan kom je dus op deze landingspagina uit. En als je linksonder gaat kijken, dan zie je naar twee knoppen. Eén is registreer nu en één is login. Nou, wanneer je dus nog geen account hebt, kun je dus hiermee via de gele knop dus nu registreren. En anders kunnen wij dat altijd voor je doen. En het tweede is dus dat je ook via login kunt inloggen. Nou, wanneer je dat dus kom je op de inlogpagina, kom je dan uit. Mijn gegevens staan hier al klaar om in te loggen. En zodra ik dat gedaan heb, dan kom ik in mijn Opel account. Nou, dat ziet er dan zo uit. Linksboven, dan zie ik dus de auto die ik op dit moment dan ook rijd. Heb je meerdere auto's, dan zit daar nog een pijltje aan beneden. En daarin staan alle auto's die op dat moment in jouw garage eigenlijk staan. Je kunt daarin ook auto's nog toevoegen. En mocht je auto's weghalen, kan dat uiteraard ook. En anders kunnen wij dat ook altijd voor u doen. Nou, hiernaast zien wij dus een aantal knoppen, waaronder andere een overzicht. Nou, dan komen dus in deze overzichtpagina komen daaruit. Daarin staan nu ook accessoires. Dan kun je accessoires, je kunt daar een serviceafspraak kun je daar maken. En ook staan er een aantal instructievideo's over onder andere het Opel onderhoudsabonnement. Daarnaast ook nog wat vragen, technische punten, noem het allemaal maar op. Het tweede, er staan ook details van uw Opel. Daarin kun ik dus het kenteken zien, het chassisnummer, het model, bouwjaar, de eigenaar en ook de technische campagne die eventueel nog openstaan op de auto. En hier kan ik ook de auto ook verwijderen. En de technische gegevens kan ik hier ook zien. He, mijn motor die in de auto zit, ook de uitrusting wat er allemaal op en aan zit, kan ik hier heel makkelijk allemaal terugvinden. En als we aan de rechterkant gaan kijken, dan zien we daar ook de onderhoudshistorie. Nou, er zit een vrij nieuwe auto die ik momenteel rijd. Maar hier komt dus de onderhoudshistorie komt hier ook in te staan. En ook staan hier ook nog in de komende 3 maanden ook nog de serviceafspraken die er gemaakt zijn. Daarnaast kan ik hier heel makkelijk zien naar de huidige aanbiedingen. En ook kan ik hier ook nog een werkplaatsafspraak plannen. Nou, als we linksboven gaan kijken, dan zien we naast het My Opel logo zien we ook nog My Dealer staan. Daar staan gegevens over de Opel dealer. In dit geval zijn wij dat. Ook met het telefoonnummer, een link naar de website en ook een link naar de route. Je kunt daar ook heel makkelijk een werkplaatsafspraak ook maken. Mijn serviceafspraken, daarin kunnen we dus zien welke afspraken er momenteel staan. En hier rechts staan ook nog aanbiedingen. Nou, wanneer u een Opel Crossland of Grandland of Combo of nieuwe Corsa rijdt, daarin kun je ook bij aanbieding zien dat er een gratis navigatieupdate beschikbaar is voor veranderende Crossland en een Grandland X. Hierin staat precies ook hoe je het moet doen. Mocht je er niet uitkomen, we zullen hier later ook nog een keer een video van maken. Maar mocht je er niet uitkomen, kunnen we altijd daarmee helpen. Of je kunt er uiteraard bij ons langskomen, zodat we dit bijvoorbeeld met onderhoud kunnen combineren dat de auto, de navigatiesysteem van je Crossland of Grandland ook een update kan krijgen. Nou, als we helemaal naar de rechterkant gaan kijken, dan zien we hier nog de meest gestelde vragen. En aan de rechterkant ook het profiel. Nou, daarin kun je inderdaad ook nog je gegevens aanpassen. Hoe je contact wilt hebben. Of je het wil uitschrijven. Ik hoop je hiermee duidelijk uitleg te hebben gegeven over hoe de desktop versie van My Opel werkt. Mocht je niet uitkomen, help ik je natuurlijk graag. Ik laat je nou zien hoe de app van My Opel werkt. Nou, en hier zien we de vernieuwde app van My Opel. Je kunt deze heel gemakkelijk downloaden via de Google Play Store of de App Store op je iPhone. En daarna kun je met dezelfde inloggegevens inloggen zoals je het ook deed op de desktop versie. En dan kom je dus in deze pagina kom je uit. Linksonder zien we dus het welkom knopje. Daar komen we uiteraard op de homepage komen we uit. Zien we bovenin ook de auto. Daar kun je heel makkelijk een afspraak maken of contact of eventueel een vraag stellen. En wat heel makkelijk is, hier zien we dus al de positie waar de auto van mij momenteel staat. Kun je dus die positie bepalen waar de auto staat. Dat kan natuurlijk heel makkelijk zijn als je bijvoorbeeld ergens in de stad geparkeerd staat.
Je kunt het in via de app eventjes aanvinken. Hier staat mijn auto. Zodat je daarna ook heel makkelijk de auto weer makkelijk terug kan vinden. En wanneer je de auto via navigatie wil terugvinden, kun je heel makkelijk via de app dan op het knopje drukken met het voetgangertje. En dan kom ik op de routebeschrijving van je telefoon kom ik dan uit. Naar de tweede knop komen we uiteraard op het onderhoud komen dan van de auto. Daarin geeft hij aan wanneer er eventueel weer een onderhoudsplanning van start gaat. En ook de historie kun je daar uiteraard zien van je auto. Nou is dit een vrij nieuwe auto. Hè, dus hier staat nog niet veel in. Maar hier kan ik inderdaad heel makkelijk zien wanneer ook in dit geval ook de fabrieksgarantie afloopt. En rechts kan ik op auto klikken en daarin zie ik gegevens over de auto. Het chassisnummer, ook de kilometerstand en ik zie ook bij de documentatie van de auto van bijvoorbeeld wat nuttige dingen. Bijvoorbeeld als er een lampje brandt op het dashboard, wat houdt het dan in? Kan ik heel makkelijk hierin terugvinden. Nou, als we weer teruggaan. Dan kunnen we uiteraard hier ook de auto verwijderen. He, dus een nieuwe auto, daar kan er uiteraard de opdieler voor zorgen. Of wij kunnen ervoor zorgen dat die ook in je My Opel account terechtkomt. En als we rechtsboven op het popje drukken, dan zien we dus je persoonlijke profiel. Dan zie je dus je gegevens van je eigen adresgegevens. Je garage, dus de dealer waar je gekoppeld bent. De aanbiedingen die de auto heeft. Ook veelgestelde vragen en instellingen kun je daar ook nog in wijzigen. Nou, en linksboven, daar zit ook nog een knop met het Opel logo. Wanneer ik daarop klik, dan zie ik hiermee ook alle Opel dealers die in de buurt zijn van waar de auto momenteel is. Kan ook super handig zijn als er bijvoorbeeld een technische vraag is. Dan kun je altijd ook daarmee contact opnemen. Nou, en ik hoop je hiermee een duidelijk en helder uitleg hebt gegeven over hoe je My Opel kunt gebruiken. Nou, lukt het niet om aan te melden, heb je vragen over of andere dingen? Laat het gerust weten in de comments hieronder of stuur mij een mail naar hendrik@liewesroden.nl zodat we je kunnen helpen. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Bekijk ook onze andere video's en vergeet ook niet om abonnee te worden zodat je als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Super bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.